Het ongeluk gebeurde iets na 4:30 vanochtend bij Geldermalsen en zorgde voor een enorme ravage op de A15. Een vrachtwagen vloog dwars door de middenberm. Door de vangrail geschoten en op de andere weghelft terechtgekomen. Daarbij is ook een personenauto betrokken geraakt. De inzittende van die auto raakte licht gewond. De opruimwerkzaamheden duurden uren. De snelweg was lange tijd volledig afgesloten. Een drama voor het verkeer. Het geeft natuurlijk een enorm verkeersinfarct in Gelderland. En dat betekent voor mij dat, dat ik 2 uur minimaal te laat kom. En aan de planning moet omgooien voor vandaag. De economische schade is groot. Burgemeester De Vries van Geldermalsen pleit daarom nogmaals voor file-detectie. Dan zou je kunnen weten hoe lang de files zijn. Je zou eerder kunnen waarschuwen. En dat zou de verkeersopstopping minder groot maken dan dat het nu zou zijn. Rond 8 uur kon het verkeer in de richting van Rotterdam weer rijden. Rond 11 was de A15 weer volledig open.